En voordat we dus in het nachtcafé van de Hof gaan kijken, pakken we het op waar we gebleven waren. Waarom is dit impressionisme en dat expressionisme? Het impressionisme werd aangehangen en vorige week gezien door verschillende kunstenaars. Maar al snel zie je 1874 de eerste impressionistische tentoonstelling. En dan 1880, al zo'n beetje een paar jaar later, dat kunstenaars gaan afreageren op het impressionisme. Om het impressionisme te vormeloos en te inhoudsloos vinden. Vormeloos kwam door al die vlekjes. Inhoudsloos, want je registreert gewoon wat je ziet. Gewoon maar impressie. Dat is een soort fototoestel. Dus met andere woorden, als kunstenaar hoef je alleen maar als je machine te registreren. Als een fototoestel, je hoeft niet na te denken, er zit geen inhoud in. Maar er zit ook geen vorm in, want je zet alleen maar toetsjes van kleur en licht neer. En dat kan je zeggen is een belangrijk begin. Dat heb ik al bezweren zoveel keer. Een belangrijk begin van de moderne kunst. Dat het impressionisme, als het vormeloos is en inhoudsloos, kan je dus op verschillende manieren daarop reageren. En we zullen dus komende colleges zien dat sommigen dit model aanhouden. Dat ze zeggen, eigenlijk is de hele kunstgeschiedenis na het impressionisme in 4 reacties te verdelen. Waarbij de ene lijn, dat is de lijn van vandaag, dat is de lijn vanaf Van Gogh. Dat Van Gogh reageert op die vormeloosheid en inhoudsloosheid door daar een expressief gebruik van beeldende middelen tegenover te zetten. Chronologisch is Seurat, is degene die het eerst begint met een reactie op het impressionisme. En hij begint als reactie met een wat systematische analyse te maken hoe deze op tot zijn nachtcafé kwam. Door eerst in eerste instantie, zoals gezegd, onder invloed van de Seurat te ontdekken dat het impressionisme, wat in eerste instantie wel aardig vond, dat de vormloze inhoudsloze was. Dus we hebben, maar dat je hier ziet dat het heel precies geordend is, heel systematisch, dat de mensen niet zomaar zoals ze erbij stonden, maar precies aan vast of precies aan profiel. En ook de lichamen tot de wiskundige cilinders en bolvorm teruggebracht is. En dat ook de kleuren, allemaal niet willekeurige toetsjes, maar dat de kleuren allemaal in puntjes met primaire en secundaire kleuren puntjes opgebouwd is. Dat Van Gogh, nu komen we nu bij het werk waar dus net wilde beginnen. Je kan rechtstreeks vanaf impressionisme naar Van Gogh gaan. Maar als je wil begrijpen hoe hij kwam tot die systematische kleuren die hij opbrengt. En wat je net langs zag komen, dat hij dus in die manier waarop hij vanaf zijn vroegste werk, vanaf zijn Haagse schoolwerk, onder invloed van Seurat gaat beginnen met zijn kleuren sterker maken. Wanneer zijn steen erin te brengen, geen stippeltjes maar wat streepjes. Komt hij tot werk wat steeds sterker onder invloed van het systematische van Seurat, maar dan niet rationeel, want dat is natuurlijk heel stijfjes rationeel en gebrekkig gevoel. Dat Van Gogh er steeds naar achter komt dat zijn reactie op het impressionisme niet is de reactie op dat het systematische moet, maar het gebrek aan emotie. Dat je dus de manier waarop je die mensen in het café van Monet, van Renoir ziet zitten, en bij Degas en dergelijke, een andere schilder, daar zitten ze allemaal gezellig in het vrije tijdsleven. En ik kan je voorstellen, als je op die impressionistische manier dit café weer zou geven, dan zou het een gezellig cafeetje lijken. En wat nou juist Van Gogh wil, is dat het cafeetje helemaal niet gezellig eruit ziet. Want hij wilde het nachtleven afbeelden in het café. Maar, dat schrijft hij aan zijn broer Theo over dit schilderij. In mijn schilderij Het Nachtcafé heb ik getracht uit te drukken dat het café een plaats is waar men zich kan ruïneren, gek worden, misdaden begaan. Ik heb geprobeerd met het rood en groen de verschrikkelijke hartstochten van de mens uit te drukken.